Zo, en daar gaan we weer. Dit keer ga ik een nachtje alleen vissen. Het is nu donderdagavond. En dan moet ik morgen gewoon werken. Vandaar dat ik even lekker een nachtje alleen ga. Ben morgen vrij. Morgen nog een hoop dingen op de planning staan. Maar ik denk, ik neem het er gewoon van. We gaan naar hetzelfde polderkanaaltje als vorige keer. Dus het is even de vraag of dat die stek leeg is. Nou ga ik er wel vanuit omdat het donderdag is. Oeh, daar gaat de camera bijna. Dat het donderdag is, dus we gaan het wel zien. Op een roofvisserij is de stek vrij, dus we gaan even het bootje erin gooien. Want ik vond het de laatste keer toch wel lekker gaan eigenlijk, in plaats van lopen naar de stek. Even het bootje opblazen, spullen erin gooien en dan op naar de stek. Dan zien jullie zo. Klaar om te gaan. Zo, we zijn weer onderweg. Dit keer kan de auto gewoon op het asfalt blijven staan. Gewoon besloten om er weer met de boot te gaan, want ik heb punt 1 geen zin om te sjouwen, daar ben ik heel eerlijk in. En het is sowieso hier wel makkelijk om een boot te hebben. Want we vissen toch best tegen obstakels aan. En dan is het zo handig om een boot bij te hebben. Want mocht ik vast komen zitten, ik ben toch alleen. Dus dan is het sowieso wel handig om met de boot te zijn. Uiteraard hebben we de voerbed ook gewoon bij om de hengels in te kunnen leggen als het donker is. Want om dan 's nachts met de boot erop te gaan is het toch niet zo veilig, denk ik. Goed. We zien het wel. Eerst maar eens naar de stek toe. Die is zo vrij. Tot zo. Zo. Ik ben op de stek. Het ziet er echt mega goed uit. Ik heb al twee vissen die springen. Uiteraard zit er niemand op de stek, anders had ik hier niet gezeten. En ik ga even gauw een Ronnie op. Zo. Ik ga even gauw een Ronnie erin gooien, want ik heb al twee keer een vis zien springen op dezelfde plek. Dus kijken of we die al voor de camera kunnen strekken. Tot zo. Zo, ik hoop dat jullie het nog een beetje kunnen zien. Dit wordt hem. Onze eigen roze fleur pop-up, mijn Ronnie. Kijk of die wil focussen. Jazeker. Simpel lijntje. Fluurcarbon, onderlijntje, loodje van een grammetje of 65, 70 clipje. Daar moet het dan gaan doen. Hopen op snel een bak. Ik ga zo meteen mijn tweede hengel uitvaren. Ik laat jullie even het richtje zien, want ik denk dat als ik dat allemaal nog moet gaan filmen, dat het wel donker is. Het wordt een snowmannetje, onze eigen bol. Wij noemen het de Shit Happens. Gebruik ik al 10 jaar, werkt echt perfect. Eigen pop-up ook, bijbehorende flavor. Dus werkt perfect. Dus een curve shankje, maatje 4 en daarna een gecoat onderlijn materiaaltje, ongeveer zoals dat zijn.
centimetertje of 20 denk ik. Dit moet het hem gaan doen. We gaan het zien. Mocht ik jullie straks niet meer zien, omdat het donker is of omdat we nog niks vervangen, dan zeg ik alvast welterusten en tot morgen. Even het bootje uitveren. Zo, het is nou best laat in het seizoen. En dan zie je toch maar dat het verstandig is om met zulk weer. Met zulk weer en als het zo snel donker is, om dan iets eerder weg te gaan, zodat je je hengels nog op tijd in kan hebben. Ik ben eigenlijk net iets te laat voor het mooie, maar het is dat ik een flinke bouwspot op mijn voerboot heb en dat ik weet waar ik wil liggen, maar anders was het best moeilijk geweest. Het is daar gelukkig overal snoei en snoei hard langs de kanten. Bonk. Keihard. Meu. Nou, kan de boot terugkomen? En dan gaan we het teentje opzetten en wachten tot er een visje voorbij komt. Zo, goeiemorgen. Het was maar alweer een nachtje hoor. Ik heb vannacht niet heel veel geslapen. Volgens mij hebben ze hier een flink gemaal zitten. Wat ze s'nachts af en toe wel eens aanzetten. Ik heb zoveel valse piepen gehad. Maar zoals ik nu kan zien ligt er ook veel vuil op het wateroppervlakte. Dus het zal flink door mijn lijn zijn. Ja. Maar we hebben ook een goede schub gevangen. Rond een uurtje of, ik denk dat het een uurtje of 6 was. Begon net licht te worden. Ja. Ik heb nog niet gewogen. Ik heb gouden hengeltjes teruggegooid. Vis in de sling gedaan. En we gaan hem er maar eens uithalen. Kijken hoe zwaar die is. Ik schat dat hij net over de 15 kilo heen gaat. Dus dat zou echt een fantastisch resultaat zijn. We gaan het bekijken. We zien het zo. Tot zo. We gaan even de vis uit het water halen. Gelijk even weken. Kijk hoe zwaar die is. Ik ben echt super benieuwd. Want volgens mij gaat die net over de 15 kilo. Bear with me. Kijk, allemaal van zulke plukken drijfvel kwamen er vannacht. Ja, dus door je lijn heen. Niet echt heel fijn, maar goed. Als de vis een paar uurtjes in de sling heeft gezeten, dan is het beste om hem zo in het water even actief te maken, dan raak je weer een beetje energie kwijt voordat hij weer op de mat gaat. Want hij is natuurlijk behoorlijk uitgerust in de sling. En, ja, om schade te voorkomen aan zo'n vis kan je hem het beste gewoon in het water even zijn gang laten gaan, zodat hij een beetje zijn energie kwijtraakt. De weegschaal staat aangepast op het gewicht van de sling, dus we zullen eens even gaan kijken hoe zwaar die is. Ik ben benieuwd. Komt ie. Oh. 17 kilo rond, jongens. Yes!
Oh, dit is dus... Dit is echt prachtig. Mooi. 17 kilo, jongens. Echt super geweldig gewoon. Echt topnachtje zo. Ik zal hem even laten zien. Ja, echt top. Geweldig. Ik heb dit jaar nog niet zoveel in Nederland gevist, maar... Ja, om zulke karpers te vangen is toch wel echt super leuk. Ik zal hem even netjes op de mat leggen, dan kan ik hem jullie laten zien. En dan zal hem zo eens op foto en op video gaan zetten. Toppie. Zullen we hem eens even op de film gaan zetten? Dit is echt schitterend. Oei, 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 oei. Oeh. 17 kilo. Echt geweldig. Dit is echt de nachtjes waar je het voor doet. Zo laat in het najaar. Ah, superleuk. Gevangen op onze eigen bolie. Deze bolie vis ik al vol vertrouwen de afgelopen, nou ja, wat zal het zijn, 15 jaar denk ik. Deze bolie gaat ook vol in productie, zodat jullie er ook stukken schitterende vis mee kunnen gaan vangen. Dus stay tuned voor dat. En ik denk dat we hem maar gauw terug gaan zetten. En eens kijken of we deze ochtend nog een visje kunnen vangen. En anders gaan we lekker opruimen met een super resultaat. Geweldig. Het werd tijd om een kerst te Yes! Zo, ik ga even lekker de spulletjes opruimen. Mijn broertje komt nog even om foto's te maken, want de zelfontspanner werkt niet lekker op deze camera. Tenminste, hij werkt wel lekker, maar hij focust niet automatisch. Dus ik krijg alleen maar wazige foto's. Dus die is vrij vanuit, dus ik kan even foto's maken. Vind ik wel leuk. Spulletjes weer in de boot gooien, terug naar de auto. En dan was het weer een mooi nachtje. Vond je deze video leuk? Vergeet het niet te liken. En check ook onze Instagram pagina even. livingthedream_nl. Als je meer van onze avonturen en leuke dingen wilt volgen. Dus. Tot de volgende keer. Doei doei.